Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik verder met het miniatuurhuisje Margaret's Soap Shop. Gisteren heb ik dit kastje gemaakt. Ik vind het eigenlijk zo mooi, maar het is echt wel een prutswerkje hoor. Het is, er kruipt heel wat tijd in. Het is echt een knutselprojectje waar je uren zoet mee bent. Dus dit heb ik dan gisteren gemaakt. Vandaag ga ik een ander kastje in elkaar zetten. Ik ga eens kijken of ik het hier kan tonen. Dat is de volgende stap. Dat gaat deze zijn. Dat ziet er zo uit. Ik heb deze schoteltjes met die klei in. Die heb ik al gemaakt. Ik moest er zo 6 maken. En ik zal jullie even laten zien hoe dat die geworden zijn. Dat zijn deze kleine potjes. En zo heb ik 6 kleurtjes gemaakt. Ik heb ook deze boodschappentasjes in elkaar geplakt. Ik moet zeggen, dit was eigenlijk niet zo simpel. Het was echt heel, heel fijn. En dan hangt er altijd wel lijm aan mijn vingers en dan blijft dat daar weer aan plakken. Het was echt even een beetje prutsen deze. Maar ik zeg het, heel leuk. En dan moest ik nog dit doosje maken. Dat komt ook op of in dat kastje. Dan ga ik nu de stukken erbij nemen om het kastje in elkaar te zetten. En ik heb hier ook een heel deel papiertjes moeten uitknippen. Ik zal wat inzoomen. Zo. En dan zal ik eens kijken wat ik hier allemaal nodig heb. G01, dat is dit. En ik weet van gisteren dat ik heel voorzichtig moet zijn met deze eruit te halen. Want soms breekt er wel eens iets of barst het. En dan moet ik het weer aan elkaar lijmen. Hè. Dus ik had G01, G16. Dus ik ga dat nu allemaal gauw eruit halen. Hè. Ik ga het ook leggen hoe dat het hier op mijn plannetje staat. Maar wacht, want dit is een beetje te ver ingezoomd. Zo, dat jullie het goed kunnen zien. Hè. En dan 03. Dus deze. En dan nog eens hetzelfde. Hier. 6, 4. En 7. Deze stukjes die moet ik allemaal beplakken met deze papiertjes die ik heb uitgeknipt. Dus die komen daar zo op. Dat zijn papiertjes met houtstructuur. Dat ga ik nu even allemaal opplakken. En dan ben ik weer bij jullie terug. Zo. Ik heb al mijn deeltjes beplakt met mijn papiertjes en nu ga ik het in elkaar zetten. Dit komt hier. Oeps, dit komt hier. Dat zo. Ja, dat ga ik even doen. Zoals ik gisteren ook al zei, het duurt wel eventjes voordat de lijm goed vast zit. Dus dat is vervelend. Dan moet je dat wel eventjes vasthouden. Hè. Dus, maar ik ga dat, deze er ook al op plakken. Zo.
Wacht, ik moet dat even vasthouden, maar ik moet zien dat het mooi recht is natuurlijk. Zo. Dan blijft dat natuurlijk altijd aan mijn handen plakken. En dan komt hier het grootste stukje. Kijken welk dat is. Oh, ik mocht deze zijkant er nog niet op plakken. Goed dat ik het zie. Dus eerst moet dit hier komen. Dat komt niet zo. Dat moet tot van achter komen en dat is hier niet het geval. Hier klopt iets niet. Kijk, dit moet hier opkomen. En dat moet tot aan die achterwand komen. Oh, ik zie al wat ik fout gedaan heb. Dat moet daar tegen. Dat is niet slim van mij. Ik moet beter naar mijn handleiding kijken. Hè. Dus... Oh mijn god, doe ik weer aan de verkeerde kant lijm ook nog. Dus, en dat moet aan de binnenkant, zo. Zo moet het komen. Ja, het is echt goed kijken, want zo duidelijk... Is het nu ook weer niet. En dan kan dit hier tussen en komt dat daar tegen. En ik merk net dat ik hier een klein stukje. En dat plakt al vast natuurlijk. Het papiertje, ik ga proberen dat ik dat hier nog afkrijg. En dat ik dat misschien hier aan deze kant toch kan plakken. Dat is een beetje scheef geplakt. Hè. Goed, dan kan dat daar nu aan vastgelijmd worden. En dat komt dan hier. Moet ik wel zien dat dat nu mooi recht is. Hè. En dit stukje. Dit daar ook nog onder. Zo. Ho, zeker. En ik wil dat graag doen voordat dat helemaal droog is. Want als het dan aan deze kant niet zo heel mooi recht plakt, dan kan ik het nog verschuiven. Maar het is niet zo simpel. Dat moet hier komen. Ik ga daar iets onder zetten. Dat dat niet naar beneden schuift. En hier komt dan dat stuk. Ja, ga ik al vastplakken dan. Hè. Zo. En dan kan ik nu dit stukje, nou, ik heb hier, ja, er al tegen plakken. Hè. Dan kan ik het nog wat verschuiven. Hè.
nee, die valt dan naar beneden, ik wist het. Hè. Die heeft wel wat tijd nodig, hè. Ik ga dat nu goed vasthouden totdat het droog is en dan ben ik weer terug. Zo, dit is nu in elkaar geplakt. Dan komen deze stukjes er nog op. Dit komt hier. En dat zou hier moeten komen. Maar ik vind dat die randjes nu niet zo heel mooi zijn. Dus ik ga met een bruine stift, een beetje kleurke dat erbij past, ga ik ook nog die randjes wat kleur geven. Dat moet niet, maar ik vind dat wel mooier. En ik ga ook, want ik heb hier en daar hangt daar nu natuurlijk wat lijm aan. Dat ga ik er ook overal nog afdoen. Hè. Ik ga het eerst nu verder in elkaar plakken. Dus, dat komt hier bovenop. Ja, nu moet ik even kijken. Hè. Zo. Zien dat het mooi tegen elkaar komt. Ja, zien dat het mooi recht is. Hè. Dan kan ik dat neerleggen en dan komt dit hier op, dacht ik. Of dat komt daar zelfs tussen. Ja. Zien dat ik het niet ondersteboven plak. Hè. Zo moet het. Dan moet ik dat ook weer even laten drogen. Ik ga dat aan de kant zetten. Ondertussen wil ik nog iets tonen, want ik ga buiten beeld natuurlijk, want anders ben ik uren aan het knutselen. Die flesjes, die ga ik al allemaal in elkaar plakken. Dat is een kraaltje met nog een andere kleine kraal erbovenop. Dus maar... Ik kan daar wel een tip voor meegeven hoe dat ik dat doe. Ik neem een stukje papier of kaartkarton, een beetje een reepje tape erop. En dan kan je die kralen daar zo op plakken. En dan is dat makkelijker. Wacht, dan moet ze wel een beetje... Dan is dat makkelijker om dat klein kraaltje daar bovenop te plakken. Zoals hier heb ik dat ook gedaan. Dus ik plak die op tape. En dan is dat veel simpeler. En dan met de pincetje en de kraaltjes dan. Beetje lijm erop en dan kan ik dat er zo op zetten en dan kan dat ondertussen drogen. Soms
Nou, die draadjes van die lijm altijd, dat is vervelend, hè. Zo, en dan kan dat aan de kant om te drogen. En als ik ze dan nodig heb, dan zijn ze klaar. Hè. Ik zal het even tonen, zoals hier. Dus dat plakt er ook al op. En die lijmdraadjes, die moet ik er dan achteraf nog afhalen. Hè. Zie je? Goed, ik hoop dat ondertussen dit droog is. Zo, een leuk klein kastje. En daar moeten nu al die spulletjes nog ingeplakt worden. Dus die had ik al op voorhand gemaakt. Omdat dat ook zo een gepruts is en ik moet dat een beetje dichter bij me kunnen houden dan om het goed te kunnen zien. En anders, ik zeg het, is mijn hoofd altijd in beeld. En dat heb ik niet zo graag. En dat is ook niet leuk om te zien, hè. Wat ik ook ga doen, buiten beeld, dat is, ik heb gezien, hier achteraan in het boekje staat dat, die delen, die stukken van het huis, daar zijn delen bij, die moeten geverfd worden. En beplakt. En zo de dingen die moeten geverfd worden, dat ga ik ook buiten beeld doen. Want ja, dat heeft wat tijd nodig om te drogen, hè. Maar nu ga ik dus eerst dit in elkaar zetten, hoe dat het hoort. En alles vastplakken. Dus ik ga alles erin plakken en dan laat ik het jullie zien. Zo, ik heb het allemaal in elkaar geplakt. Allee, ik heb het er allemaal ingeplakt, zal ik zeggen. En ik zal het jullie direct laten zien hoe mooi dat geworden is. Zoals ik al zei, heel veel prutswerk. Zoveel uren knutselplezier. Dus ik ga morgen verder. Met de rest. Voor vandaag is het genoeg geweest. En dan zie ik jullie volgende keer terug. Dag.